Welkom bij een nieuwe aflevering van Defensiegasten. Het is bloedje heet, dus ik kan me zomaar voorstellen dat jullie lekker in de tuin zitten. Voor de mensen die voor het eerst kijken, Defensiegasten is een programma. Uurtje lang, letterlijk, gasten uit Defensie uitnodigen. Van de luchtmacht, landmacht, burgermedewerkers, mannen, vrouwen, jong, oud. En deze week mag ik wel zeggen een hele bijzondere gast. Namelijk Jean-Mio Steven. Al 37 jaar actief bij de krijgsmacht. En een hele lange carrière bij de luchtmacht. Eigenlijk nog steeds natuurlijk. Maar u doet ook wat anders straks. Daar gaan we straks helemaal over hebben. Maar stel u zelf even voor te kijken. Prima. Steven Wongloy Singh, eind februari 66, geboren op Curaçao, Nederlands Antillen. En op enig moment naar Nederland gekomen om het leger in te gaan. Ik zit er al 37 jaar in. Ik heb het prima naar mijn zin. Ik heb bijna de hele wereld gezien. En ik kan het iedereen aanraden. Kinderen, kleinkinderen, aanhang, noem het maar op. Familie, vrienden, dierbaren, studenten en huisdieren, you name it. Het zit er allemaal in. Mooi zeg. Nou, wat een intro, ik heb er nu al gelijk helemaal zin in. Maar begin eens even bij het begin. Mag ik je zeggen? Steven, ja. Ja, toch. Steven, ja, ontspan. Steven, jij bent vanuit Curaçao vertrokken hier naartoe. Hoe oud was je toen? Ik was een jaar of 18. En het begon eigenlijk, Dennis, met de les geschiedenis. Ja. Toen begreep ik dus wat er is gebeurd met de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En het lijkt voor mijn gevoel dat ik van geschiedenis naar maatschappijleer ging. En daar heb ik te maken gekregen met de kort verband vrijwilliger. KVV'er. En toen werd de droom geboren om het leger in te gaan. Ik ging corresponderen met Defensie vanuit Antillen. Ja. En ze zeiden, ja, je moet naar Nederland komen, dan gaan we je keuren. En zo gezegd, zo gedaan. Ik stap hieruit en ik denk, alle Antillianen worden walmontaald. Maar het was 30 april 85, Koninginnedag. Ja. En zo begin ik in het systeem te rollen van keuring enzovoorts. En 13 oktober 86 ga ik naar Arnhem aan de achterzijde. En ga ik het leger in. Ja. En zo ben ik begonnen. Maar heb je toen de tijd ook een hele bewuste keuze gemaakt om naar de luchtmacht te gaan? Ja, eigenlijk was ik in afwachting van mijn oproep. Ben ik goedgekeurd voor de commando's, landmacht. Ja. En op een gegeven moment wilde ik naar de luchtmacht. En ik correspondeerde met hun. En daarom ben ik 13 oktober 86 bij de Koninklijke Luchtmacht begonnen. Ja. En geen seconde spijt. Nee, dat geloof ik, ja. En als we dan even terug bij het begin beginnen. Je kwam op bij de luchtmacht. Wat voor een functie heb je gedaan? Want ik neem de meeste mensen die kijken, die denken allemaal, oké, iedereen die bij de luchtmacht gaat werken, die zal waarschijnlijk vliegen. Ja, precies. Maar wat heb je allemaal gedaan? Nou, Dennis, kijk, die zwarte koord die ik hier heb, die draag ik met trots. Het is specialist grondoptreden, de infanterist van de Koninklijke Luchtmacht. Ja. Een van de zwaarste opleidingen naast het vliegeropleiding. Ja. Dat heb ik gedaan. Groepscommandant, mobiel optreden, boszuiveren, patrouilles, noem maar op. Ja. En hoe lang heeft u dat nou uiteindelijk gedaan bij de luchtmacht? Eigenlijk 10 jaar. En het was bij de ontspanning Oost-West, val van de muur. Ja. Ik was in Duitsland, zeiden ze, helaas, we hebben geen functie voor je. In Nederland als wachtcommandant, beveiliger, bewaker. Ja. Je moet iets anders gaan doen. Toen kwam er iemand van een van die sites waar de luchtverdediging was. Ja. Die kwam mij een praatje houden. Nou, dat was een fantastische man. En hij verkocht het praatje zodanig. Ja. Ik denk vuurleiding Patriot, dat is het. Ja. Ik liet me omscholen tot vuurleiding Patriot. Ja. Hoe lang heb je dat gedaan? 24 jaar, met ontzettend veel plezier. En DGLC, Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vredepeel, mijn thuisbasis, waar ik 24 jaar met veel plezier heb gewerkt en enorm veel heb gedaan en gezien over de hele wereld. Ja. Dan ben je wel best wel wat weg geweest, denk ik. 8 keer uitzendingen over de hele wereld gezien, op plaatsen geweest, Dennis, waar je normaal niet op vakantie gaat, waar vliegtuigen laag vliegen, geïntegreerde verdedigingsoefening, luchtverdediging, missile defense, geïntegreerd bij de Amerikanen, internationaal, noem maar op, met vliegtuigen, boten, satelliet, van alles en nog wat, moderne technologie, om vijandelijke raketten te kunnen counteren. Dat is waar het om gaat. Maar op een gegeven moment heb je een keuze gemaakt van, oké, ik ga iets totaal anders doen. Ja, Dennis, weet je, niks gebeurt zomaar en ik geloof niet in toeval. Ja. Ik kreeg gezondheidsklachten en moest ergens anders in. Gedeeltelijk afgekeurd ook. En toen zei iemand tegen mij, je gaat in Rotterdam wonen. Daar zie ik een functie op de vacaturebank. En het heeft iets met VEVA te maken op een ROC in Hoogvliet. Ja. Ik nog nooit daarvan gehoord, niet in verdiept. Afijn, je begint maatregelen te treffen. Je gaat kijken, je gaat met mensen praten. Een lang verhaal kort, je wordt overgeplaatst. Je gaat op de senior instructorstoel op de ROC Hoogvliet Veiligheidsacademie. Volgens mij heb je het hartstikke naar zin. Ja, Dennis, het is fantastisch. Echt waar. Die eerste 2 jaar was het aftasten. Het was nieuw. Tegenslagen, tranen,
Omdat je dingen niet snapte, je had niet de feeling, je wist niet de hoek en de wind. Ja. En de hoed en de rand, noem maar op. Je snapte dingen niet, het is een totaal andere wereld. Hè? Ja. Maar, na die 2 jaar ging ik gewoon even zitten. Goed naar binnen kijken, met anderen evalueren. Op een rijtje zetten wat er is fout te gaan. Ja. Hoe kunnen we dat veranderen? En toen gingen eigenlijk we... Het hele militaire stappenplantje. Hè? Uiteraard, toch, het werkt gewoon. Ja. Hè? Ja. How goes it, how went it, bottleneck, showstoppers, schoenwringers, noem het maar op. Ja. Ze kwamen allemaal ter sprake. Maar het mooie is, als je dat gaat corrigeren, implementeren, in het derde jaar, mijn tweede klas, gelijk vruchten geplukt, Dennis. Ja. Gelijk. Ja. Wat is nou, als je... Wat zijn nou de mooiste aspecten van zo'n jonge mensen opleiden om uiteindelijk bij Defensie te slag te gaan? Dennis, uiteindelijk mijn werkgever is het ministerie van Defensie. Die plaatst mij bij die school, die betaalt mijn salaris. Dus ik ben in dienst van Defensie. Ja. Ik ga mensen prikkelen, bemoedigen, enthousiasmeren dat ze naar het leger toe gaan. Ik ga ze equiperen, ik ga ze helpen. Ze komen binnen, ze zijn onzeker, ze hebben hun issues in een rugzak en daar gaan we mee dealen. Ja. Uiteindelijk willen we hebben dat ze... bewapend zijn, gewapend om het leger in te gaan. Alhoewel ze minderjarig zijn en niet met een wapen in aanraking komen, gaan we ze toch toerusten, die fundering, alles meegeven, gedoseerd, kansen geven, als iemand struikelt, de hand geven, opstaan, vertrouwen, dat soort zaken. Liefde, luisterend oor, Dennis, er komt van alles bij kijken. Ik ben ietsje jonger natuurlijk, maar ik ga ook mijn 28e jaar. Maar dat we een beetje hetzelfde pad bewandeld hebben met de pad naar Defensie toe. Want ik had ook alleen een MAVO-diploma. Maar wat ik dan wel vind, ik vind dat wel dat als leerlingen nu eerst een mbo-opleiding pakken. Dan heb je in ieder geval die diploma in zak. Want we weten zelf ook dat je hebt natuurlijk ook mensen die uitvallen, blessuren of het misschien toch niet leuk vinden. Dan heb je toch in ieder geval dat diplomaatje op zak. Precies, Dennis. Dennis, kijk niet naar leeftijd, kijk niet naar mijn haar. Ik liep net onder een pot verf hier op de gang. Maar wat ik wil zeggen is dit, die kinderen equiperen, een diploma. Ja. Zodat je dus verder kan. Gebruik dat als een springplank. Ja. En studeer in je jonge jaren. Ja. En nu het nog kan, nu je hersenen nog fit zijn, het nog aankunnen. Ja. Pak die kans en ga dan kijken in je bestemming lopen. Waar het ook is, even goede vrienden. Ja, ja. Kun je 4 momenten noemen uit je leven die voor jou heel erg belangrijk waren? Ja, in een willekeurige volgorde. Mag. Ja, precies. Het moment dus dat ik met geschiedenis en maatschappijleer, KVV en de Tweede Wereldoorlog en die stap maakte om het leger in te gaan. Ja. Dat is cruciaal. Ja. Daar zit mijn hele leven, daar zit een T-kruising, Dennis. Dat is op dat moment een keuze die je gaat maken, die verstrekkende gevolgen heeft. Invloed. Precies. Ja. Je moet goed opletten. Goed, onbezorgde jongen, opgegroeid op de Antillen. Rij, loopafstand van het strand, ontspannen, kokosbomen, relaxed. Ja. En geen centje pijn, zorgen, noem maar op. Ja. Totdat ik dus die confrontatie kreeg met die geschiedenis. En toen had ik, dan is het cruciaal. Dan is het van, oké, ik wil toch iets met mijn leven. Ik moet naar Nederland, ik ga het leger in en daar zit ik nu. Ja. Ander moment is toen ik mijn dochter geboren zag worden. Ja, dat is fantastisch. Ook hetzelfde 85 in juli. Ja, geweldig. Het is je leven verandert à la minuut, Dennis. Ja. Het is een wereldwonder. Je mag daarbij zijn en het pakt je gewoon. Ja. En ik moest wachten op mijn keuring en mijn aanstelling het jaar daarop. Dus ik heb mijn dochter verzorgd vanaf 27 juli 85 tot 12 oktober 86 toen ik de dienst in ging. Ja, maar ja, mooi hè? Ja, geweldig. Ja, ik ben ook vader, dus weet je wel. Dat is een heel ander programma, maar dan zitten we hier helemaal sentimenteel te wezen. Maar dat zijn er 2, we hebben er nog 2. Ik ben protestants-christelijk opgevoed. Ja. En op mijn 12e heb ik bewust gezegd van, oké, God, ik weet dat u bestaat. Maar ik ga de wijde wereld in. Ja. Ik ben op die brede weg gaan zitten en ik heb van alles gedaan. Ook wat verboden is, wat niet mag. Ja. En ik kwam terug 13 februari 2003. 2 weken voordat ik op uitzending ging. Op die T-kruising weer. En ik wist even niet welke kant ik op moest. Ja. Toen dacht ik van, oké, ik weet dat God bestaat. En ik ging op mijn knieën op een geheime plek. Ja. En ik vouwde mijn handen. Ik zei letterlijk, God, ik weet dat u bestaat. Laat mij u zien. Ja. En ik ging mijn spullen pakken om naar uitzending te gaan. Ja. En ik pakte een paar bijbels. En ik ben op uitzending gegaan en ik ging 20 uur per dag lezen. Ja. Bijbel lezen. En het kwam gewoon binnen als zoete koek. Ja, mooi. En ja, vanaf dat moment life-changing. Ja. En dan hebben we nog eentje volgens mij. U mag nog spieken hoor. Ja, echt. Daar hebben we de kaartjes voor. En ik blijf u zeggen, het is ongelooflijk. Ik kom er niet vanaf, jongen.
Gewoon een eurotje in het potje doen, elke keer als ik u zeg, mag je een klap geven. Nee, maar zoveel tijd hebben we niet. Ja, mijn diensttijd tot heden, ja. Dennis, dat is echt geen seconde spijt. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. De hele wereld gezien, 8 keer op uitzending. Ja. En fantastische vrienden aan overgehouden. Ja, te gek. Hey, maar ik moet wel een beetje de klok in de gaten houden. Okay. Lieve, want anders dan gaan we natuurlijk verschrikkelijk uit de tijd lopen. We hebben iets wat veel makkelijker is namelijk. Ik heb een itempje voor. Een itempje is namelijk, dat heet Rapid Fire. Nou, vuren weet u natuurlijk alles van. Je krijgt zo meteen gewoon 30 seconden. En dan ga ik je zoveel mogelijk vragen stellen en je moet eigenlijk direct antwoorden. Het is eigenlijk gewoon een A of B antwoord. Maar dan moet je gewoon, ja? Ben je er klaar voor? Yes. Ja, Rapid Fire heet het. Start. Ja, go! Ja, hoppa. Kat of een hond? Hond. Zoet of zout? Zout. Strand of bergen? Strand. Vroeg vogel of een nachtuil? Vroeg vogel. Foto of video? Foto. Oefening of uitzending? Oefening. Een baan of een roeping? Een roeping. Pizza of pasta? Pasta. Nou, we hebben net een pizzaatje op. Ja. Wat vond ik een pasta op? Vliegen of varen? Vliegen. Heeft u veel gevlogen? Oh, dat is een open vraag, dat mag niet. Dansen of zingen? Laatste vraag dan. Zingen. En doet u ook zingen? Nee, maar dansen. maar dan kun je dansen met mij er wel. Ja, precies. Ja, ik vond het wel een hele mooie. Die heb ik even net zelf nog even voor de uitzending bijgezet over oefening. Of niet oefening over uitzending. Baan of roeping. En toen zei je roeping. Ja. Dat vind ik mooi. Want als ik je zo hoor praten, dan doe je dit al 37 jaar met heel veel plezier. En volgens mij ben je ook nog lang niet klaar. Nee, Dennis, we doen dit niet, maar ik heb die indruk ook van jou, we doen dit niet om rijk te worden. Ja. Daar heeft het totaal niks mee te maken. Nee. We stoppen daar extra in en hopelijk komt het goed en gaat het wortel schieten, ontkiemen en veel vrucht dragen. Juist, zo is het. Het volgende item is lekker, want wij zitten volgens mij allemaal heel erg op praten, maar zometeen ook helemaal niet meer te praten. Sterker nog, we moeten eigenlijk zo stil mogelijk weer zijn. Okay. Kent u de term, vuist, maak een vuist voor je gezicht? Maar ik heb uw beelden gezien en ik weet wat het inhoudt. Ja, oké. Okay. Goeie zaak. Oké, dus we gaan zo meteen gewoon een slok water nemen. Zoveel mogelijk water in je mond. En dan... Wacht, even kijken hoor. Ja, oké. Okay. Zoveel mogelijk water in je mond en er gaat een filmpje staan. Zijn we er klaar voor, regie? Ja? Kunnen we alvast een slokje nemen? Oké. Okay. Komt je aan, Steve. I'm taking a piss. I can literally see over the... You want to come in? Chester, look at me. Merry Christmas. We entered a problem with Dave. This chunky monster of a boy. He's not overeating. I know that. Look at. Oh. All right, that doesn't count. Oh my God. Yeah, if we put it on safe, is to put your thumb over it and lower the hammer. Well, you know what's coming. If my thumb slips off this. Zagen jullie dit of niet? Gewoon stoïcijns vuist weer gezicht. Dat is gewoon een muur. Zat van naar te kijken. Het commando is duidelijk. Ik weet wat het is. Ik wilde het al zeggen. Weet je, Steve krijgt de opdracht. Er wordt niet gelachen. Er wordt gewoon niet gelachen. Juist. Zagen jullie het of niet? Gewoon. Ik ben er gewoon een beetje bang voor eigenlijk. Ik zie in mijn rechter ooghoek. Zie ik natuurlijk Steve hier op het beeldscherm. Ik had het denk. Maar heb je ook een moment in je leven gehad die zeg maar emotioneel voor je waren? Wat is een emotioneel moment in jouw leven? Dennis, emoties zijn dingen die we niet onder stoelen of banken mogen sowieso, steken. Sowieso. We komen er nu achter dat we dingen wegstoppen, niet goed ermee omgaan, dat we daar last mee gaan krijgen. Ik huil, ik toon mijn emoties, ik schaam me nergens voor. Ja. En ik ben daar gewoon heel open en eerlijk in. Ja. En van alles, ik kan empathie, inbeeldingsvermogen, dat zit perfect, dat werkt prima. En ik laat me gewoon gaan. Ja. En was dat zeg maar in het begin van je diensttijd ook? Tijdens je eerste uitzending bijvoorbeeld, had je toen ook het idee dat je dat toen al deed? Emoties delen en het van je afpraten? Nee, dat heb ik altijd al gehad. Ja. Maar zo'n uitzending, het is nieuw. Hè? Je praat er met mensen over waar het ook nieuw mee is.
En je kan altijd ergens op terugvallen. Dat is het, Dennis. Dat geloof is gewoon een soort roer, een soort kiel, motor van de boot die de sturing geeft. Ja. In die storm. Want je hebt ook een boot zonder kiel, zeil enzovoort. Maar dan heb ik liever storm met kiel, zeil, roer enzovoort. En dat geeft je richting, dat geeft je rust en ontspanning. Maar dan mag je ook jezelf zijn. Je mag eerlijk zijn en je emoties tonen. Ja. Best veel dingen waar ik verdriet van heb, ja, dat is prima. Ja. Dat mag. Ja, zeker. Goeie zaak. Als het goed is, in het volgende item, dat heet namelijk What's in the Box. Heeft u wat meegenomen? Ik blijf van u zeggen, hoe krijg je dat? We hebben niet zoveel tijd, Dennis, om dit goed te maken. Waar, nee. Ik ga de doos openen, mag ik niet pakken? Ja. Ik zie iets van een camouflage. Ja? Kan ik ze... Ja, zeker. Oké, ik pak ze even eruit. Dennis, deze dingen hebben allemaal gemeen dat je ze op je hoofd kan zetten. Ja. Ja, dit is een muts, daar kom ik later op terug. Ja. Dit is een pet. Dit is een camouflagepet. En dit is een bijbeltekst op een pet. Een meest geciteerde bijbeltekst. Maar wat deze petten gemeen hebben is het volgende. Die zijn strak afgesteld. En die trek je ook niet aan. Die zet je op. Ja. Ik ga een voorbeeld geven. En ze moeten rechtop staan en strak. En dan zet ik hem zo op. Ja. En dan komt hij zo hoog mogelijk. Ja. Oké, dan zou je zeggen, oké, waar slaat dat op? Ik heb kinderen. En mijn kinderen wilden niet met mij in het openbaar komen als ik mijn pet zo opzette. En ik had mijn pet op. Ja. Ze liepen een paar meter achter mij of voor mij. Ze wilde niet geassocieerd worden met die meneer, met die pet. Maar Dennis, soms is iets raar, maar het is wel lekker en het is apart. Ja. Weet je dat ik een trendsetter werd later? Ja. Maar toen mijn kinderen zoiets hadden van, pap, wat jij deed, wat raar lijkt, mensen gaan het iedereen opnemen. Ja. Iedereen doet dat nu. Ja. Dus ik trek een pet niet aan over je oren, je zet hem op. Ja. En zo hoog mogelijk, je moet wel voorzichtig zijn, want hij pakt wind, hij kan wegwaaien. Ja. En mijn petten van dienst zijn ook lekker klein. Mijn haar moet kort zijn, anders past hij niet. En hij komt lekker bovenin. Ja. Maar dan zeg je, oké, wat is waarom de muts? Ja. Kijk, de muts, in het leger trek je hem over je oren. Ja. Maar in het echt doe ik hem op en dan maak ik hier een gaatje in. Ja. En dan zet ik hem helemaal hoog op als een soort tulbandachtig iets. Ja. Met een gaatje erin. En zo loop ik dus in de winter met mijn muts. Nogmaals, alleen mijn kinderen wilden niet met mij in de buurt. Ja. Totdat ze ook zagen dat mensen hun muts raar gingen dragen. Ja. En dat is het verhaal van de pet en de muts. Die zijn eigenlijk een trendsetter gewoon. Eigenlijk wel. Maar nu ben ik wel nieuwsgierig naar, wat is dan die bijbeltekst op die pet? De bijbeltekst is de meest geciteerde bijbeltekst. Dat is Johannes 3:16. Ja. En hier staat Numbers of Hope. En dit is, al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige zoon Jezus Christus heeft gestuurd. Ja. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dit is niet 16 minuten over 3. Nee, Johannes 3:16. Ja. Meest geciteerde bijbeltekst in de wereld. En dit is een van mijn petten. Hij mag ook niet gewassen worden. Ja. En je ziet, hij is kapot. Hij mag niet vervangen worden. Ja. Er mag niet genaaid of gelijmd. Nee, hij moet geleefd zijn. Hij moet geleefd. Hij moet gewoon strak zijn. Ja. Hij moet lekker hoog zijn. 3:16 is Nieuwe Testament volgens mij. Yes. Ja, toch? Je bent op de hoogte. Ik weet wel een beetje wat. Ja. Even kijken hoor, ik ben natuurlijk jou het hemd van het lijf aan het vragen. Maar u gaat nu mij natuurlijk het hemd van het lijf vragen. Ja. Tenminste, een aantal feitjes. Kijk, check of ik ze weet natuurlijk. Precies. Nou, volgens mij heb ik de afgelopen afleveringen best wel oké gescoord. Hè? Toch iedere keer wel. Hè? Dus we proberen een beetje die frequentie vast te houden. Ik ben benieuwd nu. Ja, oké. We gaan naar de eerste. Je hebt totaal geen invloed in en op de ontwikkeling van je studenten. Wel. Toch? Ik denk het wel. Ja, heb ik al een tipje van de sluier gelicht? U was... Als ik u... Oké, dat heeft de kijker natuurlijk niet. We hebben elkaar natuurlijk gesproken in de gang. Ja. Ah, ik denk dat u een hele grote rol speelt in het... Maar dat gaat u nu verklaren, denk ik. Juist wel, Dennis. Dat is het geweldige van het werk. Je hebt invloed in de ontwikkeling van je studenten. Ja. Cruciale fase komen ze binnen. En daarin kunnen ze gewoon steun... bemoediging, liefde en zelfvertrouwen, tanken, bijbenen, werken. Al die dingen hebben ze tekort aan. En dan kan je een bijdrage aan leveren. Ja. Werken als een militair op een mbo is heel eentonig. Nee, dat denk ik niet. Het is zeer afwisselend, Dennis. Het is niet alleen theorie, veel praktijk. Het is van alles en nog wat. Ja. Er komt een hoop bij kijken en geen enkele dag is eigenlijk hetzelfde. Ja, ja, ja. Het verdere verloop van je student naar collega doet eigenlijk niks met je.
Nou ja, dat heb je eigenlijk net eigenlijk ook al verklapt. Omdat je al vertelde dat je onlangs even je leerling zijn bret heeft gehaald. De ene loopt bij de Marseille rond, de andere bij de landmacht rond en de luchtmacht. Dus ik denk, als ik je zo hoor, ben je heel erg nauw betrokken daarin. Dennis, wij hadden elkaar in het begin niet moeten praten. Eigenlijk hebben we, ik heb dat niet al goed. Maar heb ik expres gedaan, ik wilde info. En ik heb hem laten uithoren. Geweldig, ik voel me nog steeds fijn hoor. Ja, toch? Maar het mooie is dat ze zijn student. En uiteindelijk ga je ze zien met baret, bevordering, echte werk. Je bezoekt op de werkplek, collega. Je ziet ouders en je ziet ze lachen. Ze zijn tevreden en dankbaar. En dat is geweldig. Ja. 38 jaar in het leger, aanstaande 13 oktober, heeft me nergens gebracht. Ja, wel. Ik zou bijna moeten vragen, waar ben je nog niet geweest? Ja, echt geweldig. Ik zou het even, ja, er zijn vast wel plekken waar we niet geweest zijn. Maar daarom zeg ik, de luchtmacht, in mijn geval, grondgebonden luchtafweer, internationaal geweldig. Ja. Waar raketten worden afgeschoten live. Waar live doelen worden neergehaald, daar zit je in. Ja. In die omgeving met satellietinformatie, schepen, vijandelen, spionagevliegtuigen, U-2's, noem maar op. En uitwisseling daarvan. Alleen, het zijn geen plaatsen waar je op vakantie gaat. Dat ging niet al. Dat ging niet verkeerd, hè? Dat ging zo, toch? Nou, doe ik een beetje een aanname, Steven. Maar ben je een beetje een. Ik denk het eigenlijk niet, want ik ben zelf 45 geworden dit jaar. Ik ben eigenlijk ook niet zo'n gamer, maar ben je een beetje een computerspel-gamer? Dennis, ik heb wat afleveringen van jou gezien en ik ben me daarin gaan verdiepen, maar ik ben geen gamer. Nee. Maar weet je, dat in de geleide wapens, de Patriot, ik heb duizenden vliegtuigen neergehaald. Ja. Ik heb duizenden raketten neergehaald en even zoveel raketten afgevuurd. Ja. Er is een gedeelte van het Patriot-systeem dat het luchtbeeld live binnenhaalt en de lanceerinrichting uitschakelt, dat je niet per ongeluk kan neerhalen. Ja. Dus ik heb live op vliegtuigen boven Nederland heb ik neergehaald. Als een soort met echt materieel gamer. Echt gamer. Dus eigenlijk ben ik een gamer 24 jaar lang, want die scenario's lopen soms dagen achter elkaar. Hè. Eigenlijk kunnen we gewoon stellen, Steve is de OG. De original gamer, hè? Of niet? Ja, maar weet je, wees gerust. Wat we gaan doen namelijk? We hebben namelijk een item. We komen straks dat filmpje in. Die legt uit hoe de track eruit ziet. Nou, je hebt stiekem eigenlijk al een beetje gekeken. Dan gaan we even rustig beginnen. Daar ligt namelijk controle. Dan ga ik even laten zien wat gas is. Ja, en links, rechts. Prima. En dan gaan we gewoon een poging doen om een snelle ronde te zetten. Trackmania is een race game waarbij je met een auto zo snel mogelijk van start naar finish moet. Let wel op dat je door alle blauwe checkpoints rijdt. Want je mag natuurlijk niet afsnijden. In deze map begin je met een heuvel naar beneden, gevolgd door een bocht naar rechts langs de camouflagenetten. Dan komt er een lange bocht naar links, waarbij je direct een heuveltje op moet. De map gaat verder op gras, waar je makkelijk weg kan glijden. Een lange bocht naar rechts, gevolgd door een snelle downhill bocht naar links en dan weer een lange bocht met banking naar rechts. Na heel even terug op de normale weg te zijn, komt er weer een bocht over het gras naar links. En dan moet je heel precies zijn, bij de overgang naar de dirt ondergrond. In deze woestijnomgeving maak je twee bochten naar rechts en ga je langs de tanks en de huisjes. Neem dan de bocht via de linkerkant van de weg, omdat je anders in een put belandt. Ga daarna bij de schuine bocht via de rechterkant, om goed op de grond te blijven. Aan het einde van de route pak je een booster, waardoor je auto over het water kan vliegen. Je vliegt langs de marineschepen via de checkpoints naar de finish. Makkie toch? Ja, zijn we weer gaan in beeld? Ja, we zijn nu in beeld. Oh. Ja, dit ziet er op. Nee, dit ziet er echt niet goed uit. Ja, dat maakt niet uit. Hoe gaan we? Je kan op de rode knop drukken en dan beginnen we gewoon lekker bij het begin. Oké, we gaan gewoon ik gun jou gewoon eigenlijk een hele goede tijd. Dankjewel. Ik zou het heel leuk vinden als we gewoon die top 3 halen. Dan ben ik wel heel tevreden, Steve. Dennis, dit gaat niet goed. We gaan beginnen bij het begin. We hebben alle tijd. Ah, nee. Ik vind het wel een hele mooie sprong trouwens. Vonden jullie dat ook niet? Ik vond het gewoon een dikke 8. Hey, het wordt wel warmer hierin. Ja, nou, hè. Met Steve hebben we eigenlijk een soort van hele relaxte, rustige rol. Ja. Dan kunnen we ook nog een beetje sites zien. Dat hebben we normaal nooit, hè? Ik zie een wachttoren die ik normaal helemaal niet zie. Weet je wel? Is het wel de bedoeling om de sites hier met Formule 1? Jawel, toch? Kijk, hier zat ik ook een tank in de berg met Leo 2, als ik het goed heb. Normaal. Ja, goed omzeild. Ja, dat was mooi. Ja, dan straks, dan gaan we het water op. Ja. We moeten door de checkpoints, hè? Juist. Ja. En dan hier rechts ook. Ja. Ai, nee. Jawel. Kijk. En dan rechts weer.
Nou, ik vond het wel een mooie ronde, jongens. Goed, eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Ja. Je moest eigenlijk gewoon hem volgen. Proberen, eigenlijk, ja, precies. En niet de tank. Ik zit even naar de regie te kijken. Ik denk, zal ik gewoon voor Steve even proberen een tijd neer te zetten? Ik heb eigenlijk Ik heb nog nooit een tijd neergezet, hè? Dennis, hier, alsjeblieft. Ik weet niet of jullie dit... jongens, mensen thuis, ik weet niet of jullie dit willen zien. Ik ben geen gamer, maar we gaan de Dennis-ronde neerzetten. Ja? Komt hij aan. Nee, nee, nee! Wow. Ja, die was iets te... Die was iets... Zo, ik ben wel heel hard aan het gillen nou, trouwens. Hè? Dit is helemaal niet goed, jongens. Dit gaat uitlopen als een malle. Oh, ja, zie je? Ik ben helemaal geen gamer, jongens. Maar dat gaat helemaal niet. Wat wil ik daar doen eigenlijk? Ik zeg tegen Steve dat ik ga een mooie tijd in voor hem zetten, maar ik ga die hele einde niet eens halen. Oh, checkpoint! Dennis! Ja? Ik zet hem uit, jongens. Dat is helemaal niet goed voor mij. Zie, ik ben helemaal geen gamer, jongens. Kijk wat er met me gebeurt, Steve. Dat is ik heb er ook last van. Oké, okay, Trackmania, zie hem hier staan. Huppakee, weg die kaart. Steve, het allerbelangrijkste van dit programma gaat nu plaatsvinden. Volgens mij ben je hier namelijk heel goed in. Jij krijgt zometeen 30 seconden was het, jongens. 30 seconden de tijd om in deze camera hier jouw baan te verkopen. Denk je dat je een beetje een goede pitch klaar hebt? Ja hoor. 30 seconden, hè? Ja. Probeer hem de maximaal te benutten, maar niet te lang. Dus hij moet echt proberen 30 seconden. Waar zie ik de tijd? Je ziet geen tijd. Jij mag gewoon naar de kijker praten. Mm-hmm. Maar de laatste 10 seconden doe ik al zo. En dan tel ik al af tot 5, 4, 3, 2, 1. Juist. En dan, ja, dus we gaan het seintje van de regie. Mag jij gaan naar 30 seconden lopen? Als je je afvraagt wat je kan betekenen voor de maatschappij, vraag niet wat Nederland voor je kan betekenen. Of kijk wat jouw bijdrage kan zijn in de maatschappij. Het Nederlands elftal heeft gisteren gespeeld, teleurgesteld. Maar het bestond niet uit 11 verdedigers of aanvallers. We hebben iedereen nodig. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Zorg dat je er klaar voor bent. Ga in je bestemming lopen en doe je best. Maak verstandige keuzes. En zorg dat je het beste uit jezelf vermogen haalt. Ja, echt applaus jongens. Ik vond het heel mooi. Ik vond ook trouwens die oranje, weet je, hoe noemen we dat? Een vergelijking. Vergelijking. Ik vond het een hele mooie, weet je wel. Je hebt elkaar nodig gewoon. Juist. Ja. Precies. Luchtmacht, landmacht, jong, oud, mag allemaal. Juist. Ja, ik vond het mooi. Steve, ik ga jou bedanken man. Ik vond het zo'n waanzinnig goede aflevering. En misschien moeten we zelf Steve een keer terughalen. Want dan kun je misschien nog een beetje gaan oefenen met de game. Hè? Dank je wel. Dat kunnen we dikke tijd neerzetten. Mok mag je overigens mag je houden. Hè? Dat is ook altijd leuk. Ja, we doen helaas denk ik niet, want wat was uiteindelijk de tijd van Steve? Kunnen we er misschien wel bij zetten? We gaan gewoon de tijd gaan we er gewoon inzetten. Maar dan zetten we wel, bij de tijd zetten we Scenic Route. Ja, we hebben gewoon de toeristische route gepakt. Dankjewel. We hebben meer gezien dan we normaal altijd zagen. Dus dat, weet je, dat doen ze bij Top Gear ook. Hè? Bijvoorbeeld als ze een nat circuit hebben gereden of een lekke band hadden of iets, weet je wel. En we hebben gewoon gesightseed. Juist, dankjewel. Ja, toch? En voor de kijker thuis wil ik in ieder geval ook bedanken voor het kijken. Hebben jullie nou nog vragen voor Steve of hoe je op de VEVA terechtkomt? Vragen over defensie, over de luchtmacht, grondbeveiliging, luchtverdediging. Zet ze alsjeblieft in de chat. Steve, dankjewel voor het graag gedaan, voor je aanwezigheid. Top. Ik vond het heel erg. En we zien jullie de volgende keer. Ik zeg later.